Het is tijd voor muziek uit de regio. We gaan namelijk iedere week iets uitzoeken wat we willen belichten uit de regio, qua muziek. Zeker. Ja. En deze week ga ik bellen met Florian Beverlander, dus de drummer van de band Sonic Whip. Jullie komen uit Nijmegen. Goedenavond, Florian. Hallo, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, jullie zijn eerder als band begonnen als de Marijn Beverlander band. Hè? En nu hebben jullie dan een soort van side project lopen, namelijk Sonic Whip, dat is de band. En waarom hebben jullie dat gedaan? Omdat we met andere muziek graag Nederland en Europa willen veroveren. Jullie willen Nederland en Europa veroveren? Ja, ja. Het is lokaal al gelukt dan een klein beetje, kunnen we dat al zeggen? Dat is aan de gang. Het is aan de gang. Maar jullie hebben meegedaan aan de Roos, hè? De Roos van Nijmegen. Klopt. En wat weet ik even tussen jou en mij. Was dat een beetje goed afgelopen voor de band? We hebben er heel veel aan gehad. We zijn helaas niet door de voorrondes gegaan, maar dat... Dat maakt niet zo heel veel uit. Nu gaan jullie met een andere band de wereld veroveren. Nee, dat is dezelfde band nog steeds. Oh, dat is dan wel dezelfde band? Ja. Oh, wat is dan precies het verschil qua muziek tussen de Marijn Beverlander band en Sonic Whip? Nou, Sonic Whip maken we alternatieve rockmuziek. En met Marijn Beverlander band maken we blues. Oh, jullie maken lekker blues? Ja. Ah, kijk, heel goed. Hey, welke zalen hebben jullie ondertussen allemaal al uitgespeeld? We hebben in De Roosje gestaan voor het programma van Neverone. We hebben in De Groene Engel in Os gestaan. In Roepaan, in Berlijn dus. Ja, en nog een hele hoop andere. Maar in het voorprogramma van Neverone hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Zijn jullie daarvoor gevraagd? Ja, we waren ervoor gevraagd. De gitarist had ons een berichtje gestuurd. En natuurlijk ja. Dat zegt natuurlijk geen nee op nee. Nee. Nou, dan denk ik het ook. Jullie zijn al eerder op televisie ook geweest bij Zep met de Marijn Beverlander band. Als jullie nou echt zwaar gaan doorbreken, hè, wat je zelf ook al een beetje suggereert. Met welke band zou je dat dan willen? Met de Marijn Beverlander band of Sonic Whip? Met Sonic Whip. Ja, toch wel? Ja, toch wel. En waarom? We zijn daar nu echt flink mee bezig. We hebben allemaal plannen die echt wel heel erg vet zijn, die gaan komen. Ik kan er niet te veel over zeggen. Kleine primeur, kleintje. Dat gaat nu wel heel erg goed. Maar kleine primeur, wat zijn jullie aan het doen? Daar kan ik echt niet heel veel over zeggen. Ahoy Rotterdam, gaan jullie die uitverkopen? Ja, volgend jaar. Volgend jaar. Hey, goed, heel goed bezig, Florian. En we kunnen natuurlijk ook dan niet iets van jullie gaan draaien, hè? Nee. Ik heb gekozen, ik heb wat nummers van je beluisterd en ik vind toch het nummer Rain vind ik wel echt heel erg heel sick. Dus die ga ik draaien. Hey Florian, ja, heel erg bedankt en ik hoor graag of het gaat lukken en doorbreken in Europa op de hele wereld. Ja. Oké, hey, fijne avond hè. Fijne avond. Hoi hoi. So drink from me, shoot across the line. Here for the weekend.